Goeiedag. Ik ben Andy Baken, beleidsmedewerker van Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid. Ja. Bent u de eigenaar of u woont hier? Ik ben hier de eigenaar. Ik weet niet of u het, van het project Lippelo-Bos al hebt gehoord. Nee. In 2018 zal hier een industriezone komen. Dus de mensen die hier wonen moeten weg, zodat in januari 2018 de eerste steen kan gelegd worden. Weg moeten? Wat lief? Want de werken die ze hier nu aan het doen zijn... We zijn er 5 jaar aan het verbouwen. Weet jij daar iets van? Maar het gewestplan is gewijzigd. Pardon? Maar goed. We zullen dus... moeten zoeken nog naar een andere woning. Dus, dat mag zo allemaal, maar dat kan niks zeggen gedaan worden. Dat kan toch niet, man? And yet, it happens every day. This is the harsh reality of farmers in Colombia. They are turned out onto the streets by armed groups and large multinationals that will stop at nothing. They are forced to give up their land, the land they live on, work on, and depend on for their living. In 2016, Broederlijk Delen focuses on them, Colombian farmers and their land. Was zag je al verrijzen of... Je wordt uit een stuk uit je omgeving gerukt dan. En ja, niks zou niet weten waar ik eerst moet beginnen. Ik zou geprotesteerd hebben. En ik zou bij iedereen in de straat gegaan hebben om te zeggen, sorry, dat kan niet. Support Broederlijk Delen. Because lives should not be played with.